Maar dat was ook al toen ik hier sliep. Ja, hij is echt niet goed. Wat zei ze nou? Wat zei je? Sorry. Can we find love again? Ik raak in een trip door jou. Yeah. Ik raak in een trip door jou. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben alweer lekker aan het editen met een koffertje. Maar als het goed is, ben ik niet alleen hier thuis. Ik ben niet alleen hier thuis. Nee, Pim. Kijk eens even, de dames hebben een ontbijtje van me gehaald. Ik ga lekker een broodje gezond maken. Heerlijk! Heb je lekker geslapen op de bank? Ja. Eerlijk, hij ligt lekker, hè? Ja, het is gewoon een soort bedje. Ja, slak en chill. Altijd als hier iemand slaapt, normaal gesproken toen Danny hier vaak sliep, toen deed ik altijd wel dat luchtbed opblazen, maar het luchtbed is een beetje, ja, die is een beetje zacht geworden. Maar kijk, dat nu lag halen we... Dat lag wel echt kut. Het luchtbed? Ja, ja. Heel veel geluid. Ja, het luchtbed was niet, het was wel chill, het was maar 30 euro bij de Action. Maar hij is nu wel een beetje tot zijn eind gekomen. Alleen kijk, we halen dan zeg maar gewoon deze kussens weg en dan heb je echt gewoon een goed bed. Het luchtbed, de laatste keer dat we het gebruikt hebben, was... Toen we 8 ouders waren. Ja, voor Jane en Mace. Ja, maar toen liep hij ook s'nachts leeg. Ja, hij liep leeg. Ja, daarom, hij is echt... Dat luchtbed is gewoon klaar, jongens. Kinderen werden helemaal wakker op de grond gewoon. Ja, we gingen in de ochtendkamer aan. Hele luchtbed leeg gewoon. Ja, maar dat was ook al toen ik hier sliep. Ja, hij is echt niet goed. Wat zei ze nou? Wat zei je? Wat zei ze nou? Nee. Nou, jongens, ik ga even mijn broodje gezond maken. Oh, jongens, weten jullie nog in de vlog van zaterdag? Ik heb dus vrijdag getraind en ik zei nog, ik denk dus dat ik zondag niet meer kan lopen. Want ik heb echt niet normaal goed mijn benen getraind vrijdag. Alleen, het doet echt nu echt pijn. Vooral hier achterop. Oh. Maar goed, het is niet anders. Het is tijd om de deur uit te gaan. Want ik ga Ella en Amy even richting huis brengen. En misschien dat ik daarna nog met Ella mee naar het paard ga. Maar ik weet het niet zeker. Want het is slecht weer. En ik heb geen zin om met slecht weer bij een paard te zijn. Ga ik jou weer naar huis brengen, hè? Ga je mee? Nee. Nee? Nee, ik denk dat ik geen zin heb om naar het paard te gaan. Boring. Nee, dat is helemaal niet boring. Wat ga je dan doen? Geen idee. Maar het is ook niet zo lekker weer. Zeg maar, vandaar dat ik niet heel veel zin heb om dan op een manege te staan. Dat vinden wij super stom van jou. Weet je wat ik stom vind? Jijzelf. Ik weet wat je nu gaat zeggen. Ik moet zeggen, het is natuurlijk niet het meest ideale weer om naar een manege te gaan. Of zie ik dat verkeerd? Ja. Geef een goede reden. Het is het beste weer ooit. Je loopt met een wandelende kachel. Dus je bent nooit koud. Je loopt met een wandelende kachel? Ja. Omdat paard is een wandelende kachel. Omdat hij zo warm is? Ja. Maar daar moet ik weer even omheen gehangen. Dat wilde je toch? Maar is het een groot paard of een klein paard? Zijn er drie? Ja. Zelfs. Je hebt maybe toch wel een keer gezien. Nee, alleen die andere gekke van de vorige keer, Sam. Toen hij met je mee was. Maar als je Sam hebt gezien, heb je maybe ook gezien. Maybe was het maybe andere, yes, andere maybe paard. No. Oh, slecht. Het andere paard dat daar staat is maybe. Oh. Nou ja, maybe ga ik mee. Nee, maar kijk nou even het weer. Dit is toch niet leuk? Dit is hondenweer, geen paardenweer. Ik hoop echt dat jullie een relatie krijgen, want mijn humor zit er niet tussen vandaag. Nou, we zien het wel jongens, we moeten sowieso nog een stukje rijden. Misschien dat het straks daar in Haarlem helemaal opklaart. Je weet het niet. Kijk, je hebt een wandelende kachel en een zonnetje. Dus... Ik ga gewoon niet mee. Ik doe het niet. Ik ga niet mee. Moet ik vies bij de paardjes? Ik ga niet. A few moments later. Ik ben toch meegegaan. Sorry.
ik ben overgehaald. Ik had niet zoveel anders te doen, dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon gezellig mee. Dag lief paard, kom maar even hier. Doe ik het goed? Nee. Ik ga gewoon zo doen. Gewoon zo. Nou, jij maar vast. We zijn gezellig aan het wandelen met de paardjes. En wat is dit voor klein beest? Echt een frikandel gestopt. We zijn helemaal zat. Nu al. Ik ben nu al zat. Ja. Ik wilde hier niet eens zijn. Hallo. Hey. Gekkerd. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin hoor. Kijk het op huppelen. Ik moest sterk. Kijk, dat paardje zo huppelen zo. Oh, oh, oh. Mijn tante die had vroeger echt heel veel paarden. Volgens mij noem je nog steeds wel. En daar ging ik altijd vroeger ook mee rijden en zo. Alleen, ja, ik weet het niet. Ik vond het vroeger leuker dan nu, denk ik. Ik ook. Kijk het huppelen. Toi, 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 toi. Het ziet er heel droog uit. Ik heb me gewoon laten overhalen om mee te gaan, jongens. Ik had nu lekker warm thuis kunnen zitten. Even een rondje maken. Het is momenteel al bijna donker. Ik heb koude oren, ik heb koude handen, ik heb koude tenen. Ik wil naar huis. Oh, kijk eens even jongens, een stalpoesje. Kijk, dit vind ik wel leuk. Ja. Oh jongens, ik wil zo graag een kat. Maar ik ben allergisch voor katten. Kom ik dus achter. Eet je nou een wortel uit de bak? Gadver. Ella, viespeuk. Nou, kom op, mijn auto uit, paardenkutjes. Ja, ik kan er niet uit. Jongens, ja. Dit is op het maken van 4 keer dezelfde grap op 1 dag. Hoezo? Omdat je dat echt wel een paar keer moet. Ik ken het helemaal niet. Nou, dan maak je 3 keer. Doe jij even de deur voor Amy open, want ik weet niet wat aan de hand is, maar deze deur gaat opeens niet meer open. Ja, ja. Fix your shit. Skere papi. Waar is jouw auto dan? Ik heb geen auto nodig. Hier, daar links. Daar links, El. Hey, bestie. Hey, doei hè. Doei. Was super gezellig. Super gezellig. Doei. Doei doeg. We zijn weer thuis jongens. En Ruben die staat boven te wachten. Want wij gaan eventjes koken. Maar we moeten dan wel eerst eventjes langs de boodschappenwinkel. Dus dat gaan we samen doen. Dan gaan we even wat lekkers koken. We gaan even chef spelen. Laten we even echt Ruud even een gekke. We gaan even chef uitspelen. Ja. Of uithangen. Ja, gaan we doen. Wat dan? Nou, oké, okay, niet gekke chef. Maar laten we wel even wat lekkers koken. Misschien iets lekkers op trek. Nou, iets gezonds. Suggesties. Ik heb geen suggesties nog niet. Oké, nou. Je moet kijken, je moet inspireren op de winkel. We gaan improviseren, we gaan even naar binnen en dan zien we het wel. Wat is het geworden? Een wereldgerecht. Wereldgerecht. Chicken teriyaki, jongens. Heerlijk. Moet ik nog iets meenemen? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Kijk eens eventjes, jongens. Ruud, dit ziet er fantastisch uit. Ik denk dat het ook best wel lekker kan zijn. Ja. Zo. Poh. Moet jij eens opletten, jongen. En dan heb ik het niet over het eten. Nee, ik weet het. Potje Andori. Kijk eens even. Nou jongens, wij gaan even lekker eten. Het enige nadeel van zelf koken is dat je ook de keuken moet gaan opruimen. En dat is ook precies wat ik nu aan het doen ben. Ja. Wacht even. Het is een vreselijke bezigheid. Zelf koken? Als wij hier zelf koken? Als hier thuis zelf gekookt wordt? Als er hier in huis wordt gekookt. Meestal kookt Ruben en een beetje de ongeschreven regel is, degene die kookt hoeft niet af te ruimen en de keuken op te ruimen. Dus dat ben ik nu aan het doen. Gezellig zo. En het leuke is met rijstgerechten, dat je dan ook vervolgens al die pan helemaal leeg moet schrapen, want rijst is heel slecht voor de vaatwasser. Nou, jongens, dus ik ben nog wel eventjes lekker bezig, jongens. Zoals jullie weten ben ik helemaal weg van het nummer Love Again van Kid Laroi. En ik heb hier dus een instrumental gevonden. En ik dacht, ik ga gewoon eventjes kijken of ik een beetje in de buurt kan komen van zijn stem. Een beetje zijn stijl muziek. Hij heeft een hele soort van vibratie en trilling in zijn stem. Dus ik ga gewoon kijken of ik het nummer na kan zingen. Dus let's go. Oké, ik moet alleen wel even de tekst erbij pakken, want ik weet het ongeveer, maar niet helemaal. Dus we gaan het gewoon proberen. Let's go. Screaming in my face, kick me out your place, I got nowhere to go. Oké, jongens, dit was een stukje. Het is de eerste keer dat ik het nu inzing en ik ga eventjes kijken in welke, wat voor soort autotune hij gebruikt.
En kijken of het een beetje in de buurt komt met ja, zijn nummer, zeg maar. Ik heb het dus nu ingezongen en hier staat zeg maar alle effectjes die je op je stem hebt. En dit effectje is een heel belangrijk element, dit is de autotune. Maar nu heb ik hem nog even zonder autotune, dan klinkt hij zo. Screaming in my face, kick me out your place, I got nowhere to go. Kijk, het klinkt nu nog zeg maar allemaal net niet, zeg maar allemaal een beetje op de randjes, maar ik probeerde heel erg zijn vibratie na te doen, zeg maar. Hij heeft er zo van, zeg maar, nee, dit is heel lang. Maar even kijken, ik ga de autotune opgooien en dan ga ik hem eventjes van het begin laten horen aan jullie. En waarschijnlijk wordt het een beetje knippen af en toe, omdat hij, anders wordt hij misschien gedemonetized, deze video. En dat willen we niet. Dus jongens, hier komt hij. Can we go back to how it was? Before my pride got in between us, screaming in my face, can we find love again? Dat is dus mijn, als ik hem zeg maar een keer inzing die tekst. Maar weet je wat zo gek is? Kijk, heel veel mensen gaan waarschijnlijk nu reageren van, oh, je hebt te veel autotune gebruikt. Ja, dat klopt. Maar in het echte nummer wordt dat ook gebruikt. En tegenwoordig is autotune meer een instrument dan dat het zeg maar iets slechts is of zo. Kijk, bijvoorbeeld hier. Can we find love again? Zeg maar, hij gebruikt het echt zo van als instrument. En dan nu die van mij. Oh, can we find love again? Komt in de buurt, komt in de buurt. Ik ga het even aan Ruud laten horen, kijk wat hij ervan vindt. Can we find love again? En dit heb ik nog gedaan zonder het zeg maar te bewerken. Je kan er zeg maar ook nog alle tonen beter zetten en zo. Nu zit het alleen simpele audition op. Hmm. Best prima toch? Ja. Ja, hier hoorde één dingetje, maar vreemd. Ja, maar ja, het is gewoon een beetje gewoon de kloot. Dit was de eerste keer dat ik het inzong. Goed hoor. Hey, goed van jou. Ja, dankjewel. Goed van jou. Nou jongens, leuk experiment. Ik doe het soms wel vaker. Soms ga ik gewoon opeens random gewoon een nummer zingen van andere artiesten. Om gewoon een beetje. En een beetje mijn zang te oefenen. En omdat ik het gewoon leuk vind. En wat ik ook al vorige keer zei in de video. Muziek maken is gewoon oprecht mijn hobby. Dus dit doe ik gewoon soms in de avond. Ga ik gewoon ja, een beetje muziek lopen maken. En gewoon een beetje dingetjes bedenken. Of dingen nazingen. Vind ik leuk. Ik heb nu even wat anders. Ik heb gewoon een beat gepakt van BeatStars. En bij BeatStars kan je gewoon beats downloaden. Je kan ze niet zomaar gebruiken. Want je moet wel uiteindelijk ervoor betalen. Als je ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Maar ik gebruik ze meestal nooit. Alleen gewoon voor de lol. Maar ik heb hier dus een heerlijke beat. Gewoon een beetje rustig. Poppie. Oké. Eerst bedenk ik altijd een soort van beetje melodielijn voordat ik echt daadwerkelijk tekst ga schrijven. Dus ik ga eerst even een soort van melodielijntje inzingen. Kijken of ik iets uit het niets. Gewoon een beetje neurie door de mic. Ik heb geen idee wat ik ga doen. En dan zie ik wel of er uiteindelijk vette melodieën tussen komen die ik dan uiteindelijk wil gebruiken. En daar dan tekst op ga schrijven. Dus let's go. Oké, dat klinkt. Dus voor jullie klinkt dit nu heel raar dat ik een beetje aan het neurien ben. Heel veel dingen zijn ook een beetje vals. Maar dat is puur zoeken naar een vette melodie. En ik ga even kijken of ik iets heb gevonden wat vet is. Ik film dit trouwens, want ik dacht, het is misschien wel eens een keer gewoon leuk om jullie een keer mee te nemen in wat ik een beetje zo bijvoorbeeld in de avond doe en hoe ik ook nummers maak, normaal gesproken. Meestal zijn alle nummers die tot nu toe zijn uitgebracht, heb ik niet hier gemaakt. Ik maak dan echt in de studio met een producer erbij en zo. Maar dit is gewoon meer. Ja, een beetje, gewoon een beetje de flow, in de flow blijven van muziek maken. En wat ik zeg, het is gewoon mijn hobby. Maar we gaan eventjes een autotune hier overheen gooien. En dan gaan we eens eventjes kijken of er een vette melodielijn tussen zit. Dat is wel dik. Ja, daar moet je dan tekst op bedenken. Zeg maar van, liever loop ik niet meer alleen. Gewoon, je moet gewoon een beetje teksten gaan verzinnen en zo. En ik vind dit dus echt super leuk om te doen. Gewoon een beetje kloten, een beetje creatief bezig zijn. Dus ja, ik ga eventjes tekst schrijven en dan kom ik zo bij jullie terug. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, I know breath low dialing. Je liep me achter en nu voel ik de kou. Oh, oh, yeah. Oké, okay, volgens mij was die goed. Volgens mij was die goed. Even kijken, jongens. We hebben een stukje. Kijken of het klinkt.
liefde verdwijnt. En dat deed jij ook. Je liet me achter en nu voel ik de kou. Oh, oh, yeah. Oké. Okay. Leuk, leuk, maar nog niet nice. Nog niet nice genoeg. Liefde verdwijnt. En dat deed jij ook. Je liet me achter en nu voel ik de kou. Ah, ah, yeah. Nee, ik wil het niet meer. Ik voel het niet. Ik voel het gewoon niet. Maar ja, dit is dus ongeveer hoe ik elke avond een beetje aan het kloten ben. Maar ja, ik dacht het is leuk om even te laten zien. Maar ik ga natuurlijk niet alles filmen, want dan heb ik een vlog van 40 minuten van alleen maar dit. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin. Ik ga toch weer even filmen, want ik had echt een random beat. En het was echt een soort van hele rustige beat. En dit is serieus, gewoon opeens kwam dit in me op. Dit was gewoon meer even testen, want je hoort ook straks dat ik nog eigenlijk helemaal geen woorden gebruik. Maar het was, ik weet niet, het is wel vibe, hoor. Ik raak in een trip door jou. Yeah. Ik raak in een trip door jou alleen. Ja, ik weet niet, ik voel dit wel. Ze heeft een hele andere stijl weer, maar ik vind het wel hard. Nou, wilde ik even met jullie delen. Doei! Zo jongens, dat was hem weer van vandaag. Ik ga lekker mijn bedje in. Want morgen weer een nieuwe dag en morgen ga ik lekker sporten weer. Dus ik ga maar even lekker slapen. Ik heb een goed weekend gehad. Ja, en vrijdag heb ik natuurlijk wel een beetje een te goed weekend gehad. Maar goed jongens, ik ben ook jong. Het hoort er allemaal bij. Dus dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe. Later!